De volgende jongster, uh, ik ken uh, je, uh, je achternaam en uh, dat heeft te maken met voorzichtig. Prudent in het Frans, hè? Prudentia. Prudentia, ja, klopt. Ja, uh, ja ik heb nooit uitgevogeld wat het betekent eigenlijk in het Frans. Ik kom zelf uit uh, Curaçao. Ja. Ja. Maar, maar, maar... Wat betekent daar Prudentia of weet je dat? Dat <laughs> zou ik echt niet weten, eerlijk <laughs> en, en Jordania? Uh, uh, Gennaro, voornaam? Uh, yeah, yeah, sorry. Janeiro. Ja, sorry, Gennaro. Dat zou ik ook niet weten. Ik ben daar mijn vader voor genoemd. Dus ik zou het echt niet weten. Hey, Souw, uh, Ben je daar geboren? Nee, ik ben wel in Nederland geboren, in Dordrecht. Dordrecht? Ja, Dordrecht. Ja, ja. ja. En uh, uh, waar heb je je jeugd uh, verder gespeeld? Uh, ik ben in SV6 begonnen. Daar ben ik, heb ik een half seizoen gespeeld. Toen verhuisde ik naar Amersfoort. Heb ik uh, KVA, heb ik lange tijd gespeeld. Zeven jaar volgens mij. Ben ik een jaartje naar CV gaan, ook in Amersfoort. En vandaar ben ik naar Roda 46 aan Twee jaar gespeeld in de onder 17. En uh, van de onder 17 ben ik naar TVS nog gekomen. Ja. Roda is ook echt zo'n club uh, die een hele goede jeugd heeft, hè? Ja, klopt. Zeker, zeker. Hier uh, gespeeld hoog, hoog niveau. Maar ja. Maar hier helemaal natuurlijk. En nu uh, moet je en mag je zelfs aan de bak uh, bij de senioren. En uh, bevalt je dat tot nog toe? Zeker, zeker, zeker. Het zijn kansen die je niet vaak krijgt. En als je ze krijgt, moet je ze met beide handen aanpakken. Zo is dat. Uh, die, die redding die je verrichtte op de lijn tegen korzakkenboys, <laughs> die vergeet ik mijn leven niet meer hoor. Nee, nee, nee. Maar ja, het is gewoon iets van inschatten. Dat verwacht je al. Als verdediger moet je weten dat zo'n bal daar kan komen. en dan moet je daar gewoon staan. Wat vind je het leukste aan, uh, aan, aan de plek waar, waarop je nu staat? Rechter vleugelverdediger? Um, je hebt een belangrijke functie: aanvallend en verdedigend. Dus je kan beide, je kan beide doen. En ja, ik hou ook van aanvallen. Ook al ben ik verdediger, vind ik aanvallen toch wel iets wat ik echt leuk vind. En uh, het is een mooie positie om beide taken uit te voeren. Wat is jouw doel dit jaar? Uh, ik wil zeker een minuut uh, gaan pakken. En het liefst ga ik toch wel voor een basisplek. is misschien wel groot gekeken, maar uh, ja, je moet er toch wel gaan. Precies, hartstikke goed. <laughs> en dan wensen we je heel veel succes mee, jongen. Dank u wel.